Hallo, familie, vrienden, kennissen. Iedereen die me volgt. Welkom terug bij Comfort Food Adventures. Tweede serie alweer. Hey, ik ga vandaag ga ik naar Haarlem. Ga ik een jonge man ontmoeten. Het is een Surinaamse chef. En hij hoort zeker in het rijtje met Sunil Bahadur, Donovan Kraag, Ramon Beuk. Allemaal talenten en echt chefs van hoog niveau. Ik ga naar MO Achthoven. Vandaag neemt hij ons mee naar Suriname, de binnenlanden. Hij gaat een gerecht klaarmaken. Ik heb het nog nooit gegeten, ben ik heel eerlijk in. Maar ik ben wel benieuwd. Ga je mee? Ik moet jullie al meenemen. Ga je mee? Ik ben aangekomen in Haarlem, in het prachtige Haarlem. Kijk eens wie achter me staat. Kijk eens wie achter me staat. En nou, eigenlijk niet achter me. Wie naast me staat. Ja, ja. De enige echte Emmo. Hoe is het, Emmo? Ja, lekker Adam. Ja? Dus met jou. Ja, gaan we hier lekker beginnen, hè? Ja, zeker. Nee, vandaag gaan we iets uitzonderlijks doen. Ja, waar ga je ons mee naartoe nemen? Ik ga je meenemen naar Suriname. En als ik het heb over Suriname, heb ik het niet over Paramaribo. Dan heb ik het niet over Brokkopond. Als ik het heb over Suriname, dan neem ik die mee naar de inheemse Indianen. Hey, geen commerciële Suriname dus? Nee, kijk, commercieel kan ik zijn. Maar je moet niet vergeten waar je vandaan komt. Je roots zijn belangrijk. Zeker. Dus ook het vastleggen van datgene wat de mensen voor mij en voor ons gedaan hebben. Vind ik heel belangrijk. Okay. Dus vandaar dat ik vandaag een heel mooi gerecht ga maken. Inheems. Kadekra. En kadekra is zeg maar gemaakt van cassavewater. Cassavewater. Ja. En het is een hele specifieke smaak. Either you love it or you hate it. Maar ik heb het heel lang geleden geproefd en ik ben ervan gehouden. Alleen het probleem is. De ingrediënten kun je hier niet zo makkelijk vinden. Cassavewater. Kijk, je hebt verschillende soorten cassave. Ja. Je hebt zoete cassave, dat is die witte cassave die we hier hebben. En je hebt die bittere cassave. Ja. Dat is het gele van kleur. Ja. Die is ook iets giftiger. Klopt. Maar die cassavewater wordt dus van die gele gemaakt, van die bittere cassave. En dat is dus iets wat nog niet commercieel interessant is. Maar omdat het niet commercieel interessant was in het verleden, wil dat niet zeggen dat het in de toekomst niet kan veranderen. Wordt er wel veel mee gekookt of niet? Er zijn heel veel toepassingen. Alleen als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe het vroeger gedaan werd, dan was men beperkt. Maar als je zeg maar met de kijk die je nu hebt, kun je het veel breder trekken. Waardoor je het ook interessanter kan maken voor niet-Surinaamse mensen. Ik ben benieuwd. Jullie ook, hè? Wat lekker. Ik denk dat de mensen ook graag willen weten wie MO Achthoven is. Ja, weet je? Ja. Ja, zeker. Ik weet het. Ik ben echt enthousiast, hoor. Ja. Wie is MO Achthoven? Nou, MO Achthoven, Surinaamse jongeman. 48, bijna. Rookie. Maar alweer 30 jaar in de keuken. Ik was 18 toen ik bij de KLM Catering begon. Ja. En daar heb ik samen de basis gedaan. Ik heb toen ook mijn opleiding gevolgd. En daarna kreeg ik kinderen, dus toen ben ik uit de keuken gegaan. En een iets aantal jaren had ik zoiets van, ik wil toch weer mijn passie echt vervolgen. Dus ben ik weer begonnen met koken.
En dat gaan jullie zo meteen zien, jongens. Ja. En zeg maar, ik kan in principe alles, maar specialiteit is toch seafood. We hebben geen geur tv, maar het ruikt zo lekker. Het ruikt zo lekker. Helemaal. Thank you. Wat hebben we gemaakt, man? Nou, wat we gedaan hebben is zeg maar, dit is de Pipiruata authentieke stijl. Authentieke stijl, yes. Dus in plaats van Anjumara heb ik dan Bambam gebruikt. Ja. Dit is dan mijn interpretatie van hoe je het ook anders kan presenteren. Suriname 2.0. Het is dus een dorade filet met langoustine. En dan de sabawatra bouillon als basis. En dan in de jungle eten ze het ook met wild. Dus ik had zoiets van, we gaan een gameplan hier doen. Dus ik heb ree kotelet, ja. Heb ik gebakken, mooie kleur. Dat is zeg maar op het bordje gesneden, op het bordje gepresenteerd. En dan ook de bouillon erbij gedaan. Gaan we proeven? We gaan het nu proeven. Kijk, om het af te maken hebben we natuurlijk de Pipiruata olie. Ik denk dat het voor jou te pittig is. Ja, dat geeft niet. Maar dan... ik zou zeggen, als gast zijn de tas toe als eerste. Wat moet ik doen? Nou, ik zou zeggen, neem een stukje vis. Yes. En dan bouillon erbij. En in Suriname, wat we doen, is met xaba brede, ja. Deppen we het erin. Om het zeg maar... Wat is de vertaling hiervan? Cassavebrood. Ik moet echt alles voor hem vertalen. Ik ga proeven, jongens. Hoe zou je dit omschrijven? Je proeft het als eerst. Je hebt het nooit eerder gegeten, vertel. Apart. Beetje ziltig, beetje zoet-zuurachtig doorheen. Ik proef de chenetjes er doorheen.
die bite die ja. Nakomt. Het zuurige is apart, maar niet vies. Je moet er even aan wennen, maar ik probeer even iets te zoeken waarmee ik het kan vergelijken, maar ik kan het nog niet ergens mee vergelijken. Geef me een minute, ik kom zo terug. Nee, dat zuurtje, dat is dus ook hetgene wat het gerecht zo apart maakt. Dat is ook wat ik tegen je zei. Bij de eerste hap is het of je houdt ervan, of je houdt er niet van. Maar dit, voor mij is dit geen kwestie van of je houdt ervan of je houdt er niet van. Voor mij is dit gewoon puur een kwestie van, het is even wennen. Maar het is gewoon lekker mensen, het is gewoon lekker. Kijk, niet zeggen, goed, het is gelaagd. Je proeft verschillende dingen erin. Het is niet vlak. Dus het is gelaagd. Het is gelaagd. En dat is bij elke hap die je neemt, proef je dus elke keer wat anders, wat nieuws. En nu heb je zeg maar de visversie geproefd. Dan moet je zometeen deze met wild proeven. Dit is de ree. Ja, klopt. Kijk, dit is de anotteolie. Die ga ik er wel bij doen. Jij bent stoer, man. Dat is voor de pittigheid. Jij bent stoer, man. Ja, maar naast dat is voor de echte man, hè. Maar naast stoerigheid, kijk het kleurtje. Dat maakt me niet uit. Dit is prima zo. Zeg prima zo. Kijk, dit is het. Mensen, deze combo. Oh man. Ik vind hem, ik moet zeggen dat ik hem de peperwatera met de ree. Ja. Ach man, dat is een apart, hè? Heel apart, maar heaven. Dit is echt een engeltje. Een engeltje op de tong. Vult elkaar mooi aan. Vult elkaar heel goed aan. En wat ik net vertelde over dat zuurige, dat past hier zo echt heel goed bij. Dat past echt heel goed bij. Ik vind het zelfs beter passen dan bij de vis. En hoe komt dat? Ja, het is... Kijk, ik had er natuurlijk over nagedacht van wat past er het beste bij. Kijk, normaal gesproken maken ze het met pingo, dat is bosvarken. Everzwijn hier, heeft ook een hele sterke smaak. Dus ik dacht van, als ik dat nou een beetje naar beneden haal, en in dit geval heb ik dus die ree gebruikt, ja. Dan zie je dus dat het elkaar complementeert. Juist. Maar als je daarentegen ook nog van een pittigheidje haalt, helaas. Maar dan deze olie erbij, en die ksababrede erbij, is af. Dit hadden we nog niet gehad in Comfort Food Adventures. Ik ben zo blij dat ik bij je ben. Maar voelt dit als Comfort Food aan dit is, voor dit jou? Dit, luister, hier kom ik mijn bed voor uit. Hè. Hier kom ik even, als Emma me midden in de nacht belt. Allah, we hebben dit. Ik kom uit, midden in de nacht. Mooi. Kijk, en deze reactie die jij hebt, omdat je het nu voor het eerst proeft. Het is wat ik de mensen hier in Nederland, maar niet alleen Nederland. Overal eigenlijk wil meegeven hoe apart wij dus kunnen koken, maar ook mooie ingrediënten die we hebben in Suriname. En op niveau, hè jongens. En omdat het zulke mooie ingrediënten zijn, vind ik dat het een platform verdient. Dus als jij vindt dat het ook een platform verdient, dan doe je lekker met me mee. Hey. Emmo, waar kunnen mensen je vinden? Nou, mensen kunnen me sowieso vinden op website www.moeth.nl. Alle linkjes zie je hieronder in, zometeen. Dat is zeg maar de website als je vragen hebt, als je contact met me wilt nemen, dat kan gewoon via de website. En meestal doe je alleen maar private dining, à la carte. Ja, normaal gesproken, mijn specialiteit is private dining à la carte. Maar door de coronamaatregelen is dat natuurlijk ingekakt. Je mag maar één gast ontvangen.
Dus ik hoop dat als het weer een beetje versoepelt, dat we weer die kant op kunnen. Lekker met z'n allen bij elkaar. Goed eten, lekker eten. Mooie herinneringen opbouwen. Dat is waar we het voor doen. Helemaal super. Mensen, ik ga nog even genieten. En wij zien elkaar gewoon volgende week weer. Ik bedank Emmo. Echt, hou hem in de gaten. Volg zijn linkjes, volg zijn Instagram, volg zijn Facebook. Hou hem echt in de gaten. Dit is de man. Geloof me. En wij gaan nog even verder eten. Ik zie jullie volgende week. Dank je voor het kijken. Wij gaan verder.